Heeft u gehoord dat de burgemeester vertrekt? Oh, weet ik niks van. Nee, kent u hem? Ik woon in Linnen. Oh. Ja, dat is ook gemeente. Is ook Maatschouw. Maar daar weet ik verder niks van. Nee. Heel jammer voor de dorp. Kent u hem? Niet persoonlijk. Maar hij is wel altijd hartig en staat voor mensen klaar en alles. Ja. Dat was hem eigenlijk. Ja. Heeft u gehoord dat de burgemeester weggaat? Heb ik wel gehoord, ja. Kent u hem? Nou, zo gelegen. Ja, ik moet het kennen, maar toevallig, ik moest stemmen hier in het gemeentehuis. En zei, nou, hij zegt, ja, dat ken nou hier niet, maar ik loop wel even mee. Ik had nog niet in de gaten, dat is een jaar geleden of 2 jaar, weet ik precies. Hij zegt, ken je me niet? Ik zei, nee, niet zo. Ik ben de burgemeester. Dus hij zo gekend, heb ik kennis mee hem gemaakt. Dus. Ja, dat is... Ja. Nee, ik kwam er sympathiek over, in ieder geval die man. Ja, het is jammer dat hij weggaat. Dus. Dertien jaar burgemeester geweest. De ambtsketen gaat nu af na zo'n hele lange tijd. Moment om terug te kijken en om vooruit te kijken. Wat doet u liever? Soms is het goed om eerst achteruit te kijken om dan later weer naar voren te kijken. In ieder geval de ervaringen die je hebt om die ook te wegen. Ik ben er al een tijdje mee bezig om ook terug te kijken en dan kom ik tot een... Aardige weergave van voor mezelf van dingen die ik heb meegemaakt en die ik belangrijk heb gevonden. Er zijn veel dingen gebeurd natuurlijk in de afgelopen 13 jaar. Wat steekt er bovenuit in positieve zin? Heel veel in positieve zin. Of bijna alles is in zekere zin positief, omdat je als burgemeester... Mooie dingen meemaakt, zoals Koninginnedag 2011, waar je voor 2 miljoen Nederlanders een mooi programma laat zien en de koningin rondleidt in Torren. Dat was in mijn eerste, nog binnen het eerste jaar. Dat was echt wel een hele mooie ervaring, omdat daar niet alleen veel mensen keken en iedereen trots was achteraf hoe mooi en hoe goed we het gedaan hadden. Maar ook het andere aspect erbij, dat alle veiligheid, de openbare orde, alles goed regelen, goed programma maken. Al die dingen maak je in je eerste jaar mee en dan ben je dus echt strikt burgemeester en je bent ook burgervader, zeg maar, die beide rollen. Dus dat is echt een heel groot hoogtepunt, maar ik vind het evenzeer een hoogtepunt, ook in positieve zin. Als je het hebt over hoogwater, hebben we meerdere keren gehad en met slachtoffers erbij ook nog. En dat is wel, weet je dat de omgeving van je alles verwacht, of althans ook de burgervaderrol verwacht. Nou ja, en die dat doe ik dan in zekere zin, hoewel het anders klinkt, doe ik dat ook met plezier om daar dan ook mensen te woord te staan en een hart onder de riem te steken of dat ze hun hoofd op schouder kunnen leggen even. U heeft in een eerder interview wel eens gezegd, er is grote betrokkenheid van de burgemeester met de burgers. Maar er moet ook afstand zijn tussen de burgemeester en de burger. Hoe heeft u dat aangepakt? Nou ja, heel vaak gaat het vanzelf. Met carnaval dan is er grote betrokkenheid. En dan doe je het samen. En dat geldt voor 50-jarige huwelijken op de boot. Dat doe je, dan is er niet zo heel veel afstand. Maar op het moment dat er zakelijke kwesties zijn, een vergunning niet verleend of een handhaving, ik ben verantwoordelijk voor de handhaving en wordt gehandhaafd, dan ben je echt ook, er zijn mensen die dan zondag een biertje met je drinken ergens aan het buffet in een voetbalkantine of ergens anders, die kom je op maandag tegen, een handhavingszaak. En dat is wel iets wat ik aan heb moeten wennen, maar ook echt iedere keer uitleggen. Dan nodig ik mensen uit om hier ook te komen. Ik leg jullie uit waarom ik ga handhaven, waarom dat pand gesloten moet worden, waarom dit niet kan. En als je het uitlegt, oog in oog, dan kunnen mensen het ook accepteren. Dat contact met de burgers is rechtstreeks. Het gaat natuurlijk ook via de gemeenteraad. Wat veel mensen niet elke dag beseffen is dat u ook voorzitter bent van de vergaderingen van de gemeenteraad. Hoe kijkt u daarop terug? Ik heb afgelopen
dinsdag in de laatste officiële raadsvergadering gehad die ik heb voorgezeten. Het zijn er 119 geweest in ruim 13 jaar. En bij 118 was ik aanwezig. Eén keer was ik er niet, was mijn dochter had feest, studeerde af. Een raadsvergadering voorzitten is vooral uitvoeren dat wat je met de fractievoorzitters afspreekt. Hoe de procedure is, dat je iets in twee termijnen doet en dat je elkaar laat uitspreken en dat je de menselijke irritaties, dat je dat buiten de vergadering doet. En het is ons gelukt om hele goede afspraken te maken en steeds opnieuw evalueren dat met de fractievoorzitters na afloop van de raadsvergadering. En dat maakt dat ik vind dat we een hele solide vergadering hebben. Af en toe zou er wat meer debat mogen zijn, dat men zich explicieter uitspreekt. Maar ik denk dat we heel ordentelijk hebben vergaderd. We hebben ook, Frankrijk, heel weinig dagen na de raadsvergaderingen dikke koppen gehad in de krant, omdat het niet goed zou zijn. Dus we hebben samen voor gezorgd voor goede ordentelijke besluitvorming. En dat is wel iets ook. Wat ik terughoor dat de burgers dat plezierig vinden. Geen ruzie, niet rollenbollend over straat of in de raadzaal. Ja, in de politiek, vooral in de landelijke politiek zie je het, heeft de afgelopen 10 jaar nogal een verharding plaatsgevonden in het debat. Heeft u dat in Maasgouw ook zien gebeuren? Nee, helemaal niet. Ik heb ook wel eens met raadsleden gesproken van, wat zijn jouw intenties eigenlijk nu je gekozen bent? Nou, dus en dan is iedereen ook open en transparant. Maar vooral ook wat ik net ook zeg, het zogenaamde presidium van fractievoorzitters ook gezegd dat zaken op relaties, dat we dat uitspreken. En dat komt ook voor dat ook wethouders na afloop met fractievoorzitters of met coalitieoverleg zeggen van een andere keer moeten we dat anders doen. Dus wel constant proberen de zuiverheid van het debat en ook zeker het intermenselijke achterwege te laten tijdens de raadsvergadering. Dat lukt ons en anders maken we het bespreekbaar. Dus ik kan niet zeggen dat het debat verhard is in Maasgouw. Toen u wethouder was in Weert, waren daar ook al symptomen van te zien van die verharding buiten de vergaderzaal. Dat zal in Maasgouw ook niet gebeurd zijn als het binnen de vergaderzaal zo harmonisch is. Zal buiten de vergaderzaal ook geen verharding plaatsvinden, neem ik aan. Nou ja, op onderdelen merken we wel dat de burgers veel kritischer zijn. We gebruiken zelf social media en website en e-mailberichten. Nou, daar merk je wel talloze reacties op als je iets plaatst. Over het algemeen vind ik dat nog best wel redelijk gaan. Als ik het vergelijk met landelijke media en hoe sommige politici daar bejegend worden, is dat bij ons door burgers valt het nog mee. Maar dat is niet plezierig, omdat het iedere keer maar twee zinnetjes zijn of een mooi een of ander tekeningetje erbij. En dat is gewoon dat is niet plezierig. Dan is de persoon die het een mening heeft, is er vanaf. Ik vind dat het bij ons meevalt, maar wij proberen daar wel door goed uit te leggen steeds, door een burgerjaarverslag te maken, door heldere informatie aan de burgers te verstrekken, door ook te reageren op inbreng die zij leveren, proberen wij toch zo dicht mogelijk bij die burgers te staan. En ook niet begrip te vragen voor onze problemen, maar wel ook te laten zien dat wij er elke dag alles aan doen om logische besluiten te nemen en logisch beleid uit te voeren. En ik prijs mijn medewerkers, onze ambtenaren en ook wel de wethouders, hoe zij daar handen en voet aan geven. Ja, u bent ooit de politiek ingegaan als partijlid. En je kiest een partij en je kiest voor de politiek vanuit idealen. En dan ben je ineens burgemeester en moet je boven de politiek staan. Ja. Hoe heeft u dan uw idealen nog kunnen gebruiken bij uw werk? Ik ben in zekere zin een late roeping. Ik ben pas partijpolitiek gaan doen in 96. Dus niet, maar ik ben van jongs af aan, ik ben opgevoed met begrippen als barmhartigheid en naastenliefde. En dat vertaalt zich dan later in politieke zin in solidariteit, opkomen voor de zwakkeren.
En wat ik merk hier in Maarschouw, en trouwens daarvoor ook wel in Weert als wethouder, dat politici, en zeker in onze raad hier in Maarschouw, voor zover ze ergens links of rechts te kwalificeren zijn, het opkomen voor de zwakkeren, niemand tussen wal en schip, dat unaniem gedragen wordt. Dus in die zin volgt iedereen ook mijn hogere ideaal, of brengt ze het zelf in, dat wij de goede dingen doen voor de mensen. Dus dat vind ik, dat valt het mee. Maar je ziet dus op andere vlakken, bijvoorbeeld bij de opvang van vluchtelingen of Oekraïners of asielzoekers nu, het hedendaagse debat, dat er wel degelijk tussen burgemeesters verschillen zijn in de wijze waarop ze dat doen. En ik prijs me gelukkig dat ik en een college heb, maar ook een gemeenteraad die de lijn van die barmhartigheid, en we hebben een verantwoordelijkheid in het opvangen van, dat die breed wordt gedragen. Dus ik, in zekere zin, ik zal nooit zeggen ons standpunt van de Partij van de Arbeid was zus, en daar gaat het eigenlijk in de lokale politiek ook niet over. Maar die hogere levensidealen, daar kan ik op terugkijken dat we die grotendeels hier wel ook daadwerkelijk gestand hebben gedaan. Ja, het is u niet makkelijk gemaakt als gemeentebestuur de afgelopen 10, 13 jaar, doordat de Rijksoverheid steeds meer taken naar de gemeente afschoof. Jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, opvang van vluchtelingen. Het moest allemaal naar de gemeenten. Hoe heeft u daar mee kunnen werken met die toegenomen taken? Nou ja, allereerst om het, zoals u het schetst, ook helder te maken. En aan de collegetafel en ook aan de raad en ook met partijen waar we in samenwerken. Van luisterers, lokaal maak je beleid, wil je beleid maken en voer je het ook uit en hoop je het beste te doen voor de burgers. Voor een deel is het zo dat we gewoon inderdaad uitvoeringsorgaan zijn van de Rijksoverheid. Wat wij gedaan hebben 10 jaar terug inmiddels is samenwerken met ex-Zuster en Roerdalen. Daar hebben we het servicecentrum Merver ingericht, waar we vergunning, handhaving en toezicht samen doen. En waar we ook in het sociaal domein nauw samenwerken. En daarin hebben we ook heel lang geprobeerd van wat is nou de zogenaamde couleur locale, onze eigen kleur, waarin willen wij ons onderscheiden van de buurgemeente. En we merken in toenemende mate dat lokale onderscheid niet zo heel groot is. En dat je dus ook gewoon constateert, wij moeten gewoon voor een deel uitvoeren. Maar er zitten verschillen in waar wij, en ik vooral ook heel erg op gehamerd heb al die jaren, is zorgen dat de dienstbaarheid verbetert, dat je meerdere kanalen hebt, dat mensen je kunnen benaderen en dat je bijvoorbeeld heldere taal gebruikt, dat je gewoon in eenvoudig Nederlands uitlegt waarom je doet wat je doet. Dus daarin kun je onderscheid maken. En dat hebben we denk ik ook gedaan. Maar voor een deel zijn we inderdaad afhankelijk van of het in de Tweede Kamer of door het kabinet, hoe dat wordt voorbereid en wat we daar kunnen doen. We hebben een heleboel teruggekeken. Misschien kunnen we ook nog even vooruitkijken. De vraag die op ieders lippen brandt is natuurlijk, wat gaat hij doen? Ik ga uitkijken naar een mooie laatste dag, 28 juni. En dan sluit ik het op de 30 juni, sluit ik hier mijn computer af. En dan geef ik de sleutel terug. En dan ga ik op vakantie in de maand juli en dan ben ik eind juli terug. En dan ga ik kijken of ik ergens anders nog het vak van burgemeester tijdelijk kan doen. Waarnemen heet dat, of een soort interimschap. Dus daar zie ik wel naar uit, omdat ik me nog niet oud genoeg voel om niks te doen. En ik ook de indruk krijg dat in deze provincie of in andere provincies in de buurt, dat ze daar nog mijn deskundigheid en ervaring nog wel willen gebruiken. Dus daar zie ik, dat hoop ik dat gaat gebeuren. Ik word ook wel benaderd om andere soort functies te doen, voorzitterschap, zo. Dus nou, daar moet ik nog keuzes in gaan maken. Maar dat hangt af of ik in het najaar wat ik daar ga doen. En dus eigenlijk stilletjes aan nadenken dan ook. En daar ben ik nog lang niet klaar mee. Hoe ik hopelijk nog 20 jaar gezond word. Wat ik dan daarnaast allemaal wil doen. Want dat is één ding waar ik moeite mee heb, is
Ook in een vakantieperiode om mijn tijd goed in te vullen. Om nu als burgemeester zorgt mijn secretaresse ervoor dat ik 7 dagen in de week iets in de agenda heb staan. En dat valt weg. En dat heb ik nog niet zomaar ingevuld. Dus en, omdat ik het heel fijn vond. Het is heel fijn om als burgemeester ergens te zijn, om uitgenodigd te worden of ergens beslissingen mee te nemen. En als dat wegvalt, dan moet je een andere invulling gaan zoeken. En daar heb ik nog wel wat moeite te doen om dat te laten lukken. Ik las in een eerder gesprek dat u geen hobby's heeft. Misschien komt daar dan nu de tijd voor. Nou ja, dus dat is... en ik praat veel met mijn andere mensen die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. En dat is... een hobby kun je zo creëren. Ik bedoel, ik lees graag en ik lees veel. Ik ga graag naar musea. Dus, maar daarmee krijg ik geen 7 dagen gevuld. En ik heb ook nog familie en vrienden die ik wat meer zou willen zien. Dus dat gaat ook lukken. Maar nee, het is niet zo dat als ik morgen thuis ben, dat ik denk van nu begin ik penselen uit de kast te trekken of wat. En ook zover reikt mijn vrije tijdsbesteding nog niet.